We zeggen in Hebreeuws, ieder mens is een hele wereld. En voor mij is het zo ook, als ik ga naar de straat om mensen te ontmoeten of te portretteren, dan zoek ik daar de wereld naar het verhaal achter elk gezicht. Mijn naam is Efrat Zehavi, ik ben beeldende kunstenaar. Ik kom oorspronkelijk uit Israël. Nou, ik kwam naar Rotterdam in 2001 en ik was helemaal verbaasd. Dat was de eerste keer dat ik in Nederland was ook. En ik was helemaal verbaasd om te zien hoeveel mensen, hoeveel nationaliteiten en hoeveel verschillende gezichten en culturen lopen hier op straat. Ik ben wel gewend in Israël om heel veel mensen te zien. Van iedereen zijn bijna migrant of kinderen van migranten. Maar hier was het over de top. Voor het Phoenix maak ik een totaal nieuw werk van 70 tot 90 portretten van onbekende mensen die ik ontmoet op straat in Rotterdam. Die portretten poetser ik ter plekke, in het park, in het café of gewoon bij iemand thuis. Ze zijn allemaal gemaakt van plasticine, kinderklei. Dus het blijft altijd zacht, kwetsbaar en kneedbaar, zoals onze identiteit, kan je zeggen. Where are we going? Is de titel van het werk. Om te weten waar wij naartoe gaan, moeten wij weten eerst waar wij vandaan komen. Ik speel met het idee van individu tegenover een groep. Dus in het museum uiteindelijk komt een grote groep van mensen van verschillende culturen, verschillende achtergronden. We weten eigenlijk, als we zien de gezichten, bijna niks. Maar het is voor mij heel belangrijk dat het duidelijk is dat elke gezicht is een bijzonder persoon. Ik hoorde al honderden keer in mijn leven, ga je dat bakken? Ga je dat gieten? Want mensen kunnen niet tegen het idee dat plasticine is vergankelijk. Ik denk heel vaak als wij onthouden, elke dag. Eigenlijk, ik ga uiteindelijk dood. Dan misschien is het veel leuker als je gewoon dag zegt en een praatje maakt met iemand op straat. Het hele mooie van dit project is inderdaad dat je krijgt tijd, soms 1 tot 3 uur, met totaal onbekenden. En ik kan veel mensen vragen, wanneer zat je ooit met onbekenden 3 uur te praten of koffie te drinken? Dat gebeurt in onze snelle samenleving niet. Je moet heel erg goed aftasten of de persoon is voorbereid om te praten of niet. Dus van hele simpele vragen, waar kom je vandaan, die hele clichés. En langzamerhand probeer ik de persoon mee te nemen in familiegeschiedenis. Wie was je moeder? Hoe zag eruit je land van herkomst of het dorp waar je geboren bent in Friesland? Om achter te komen, wat zit achter het gezicht? En dat is eigenlijk het gesprek. Het gezicht is buiten, het gesprek is naar binnen gaan.